Hey, hallo. We gaan het vandaag eens even hebben over de kleine klusjes en de werkvoorbereiding daarvan. En dan met name het gereedschap wat je daarbij nodig hebt. Want we kennen natuurlijk allemaal die klusjes die blijven liggen in huis. Zoals bijvoorbeeld de plintjes erop zetten, even een stopcontactje vervangen of een nieuwe lamp ophangen. En die laatste die gaan we vandaag eens even behandelen. En dan gaan we eens kijken wat we daar allemaal bij nodig hebben. We gaan een nieuwe lamp ophangen op zolder, want er hangt al 2 jaar alleen maar zo'n verhuisfitting met zo'n bolletje erin, zeg maar. En de nieuwe lamp die ligt er ook al maanden, maar het is er nooit van gekomen om die op te hangen. En met een goede werkvoorbereiding zul je dus zien dat zo'n klusje echt een klusje van niks is. Het is zo gebeurd. Pak gewoon een emmertje of een verfemmer. Of een gereedschapsbak. Deze zijn ook al voor een paar euro te koop. Ik geloof dat zo'n ding 6 euro kost. Altijd makkelijk. Kun je gewoon al je gereedschap in doen. Maar we gaan vandaag eens even gewoon de verfemmer gebruiken. Kijk, het is gewoon een oude verfemmer. Er zit allemaal nog verf en rotzooi in. Maar dat geeft niet, want het is droog. Het geeft niet af. Er zit een leuk handvat aan. Dat is wel belangrijk, dat je iets met een handvat hebt. Hey, want je emmer zo dragen naar boven toe. Je moet misschien nog meer spullen meenemen. Misschien een trapje of zo als het wat hoger is. Dus dan is het makkelijk dat je het dus gewoon met één hand zo kan dragen. Goed, we gaan hier dus het gereedschap in doen wat we nodig hebben voor die klus. En dan beginnen we. Nummer 1, een zaklamp. Want je raadt aan de stroom werken, je raadt een nieuwe lamp ophangen, stroom eraf, lamp weg, donker. Ja, neem je een zaklampje mee. Dan heb je in ieder geval wat licht. Hier zit dan toevallig ook nog een haak aan. Dan kun je ergens aan haken. Of een magneetje. Dan hoef je hem ook niet vast te houden. Dan kun je gewoon bijschijnen en kun je met twee handen werken. Het volgende. We nemen een spanningszoeker. Want we gaan de stroom eraf halen. En we willen natuurlijk wel zeker weten dat de stroom er ook af is. Dus dat kunnen we hiermee controleren. Dan nemen we 2 schroevendraaiers mee. We gaan met stroom werken. De stroom is eraf, maar het liefst nemen we toch VDE gereedschap. Mocht je dat echt niet hebben en je moet af en toe zo aan de stroom werken, dan kun je ook gewoon een normale gereedschap pakken. Even rolletjes, laatste tape even pakken, eromheen draaien of een krimpkousje eromheen. Nou, dan is het niet officieel, maar het is toch iets beter beschermd dan zo'n blanke schroevendraaier, zeg maar. Misschien moeten we nog een draadje afknippen. Even op lengte knippen. Kniptangetje. Dat is ook VDE. Dan moeten we hem nog even opnieuw aanstrippen. Striptang. Ook VDE. Mocht je dat niet hebben, nou, neem dan gewoon even een mes mee. Dan kun je ook even het draadje blank maken. En misschien moet je even een draadje, even een bochtje maken zo. En dan even in het kroonsteentje drukken. Dus neem ook een punttangetje mee. Een rolletje isolatietape ook wel makkelijk. En neem voor de zekerheid ook een kroonsteentje. En een lasklemmetje mee, want die moet je misschien ook vervangen of extra. Goed, dus je doet dus alles in die emmer wat je mee denkt te nemen. Mijn tip is, neem liever te veel spullen mee dan te weinig. Want ja, als je 2 trappen omhoog moet naar zolder. Je bent er bezig en je moet 3 keer naar beneden om gereedschap bij te gaan halen. Dat wordt snel vervelend, vind ik altijd. Dus doe het gewoon in een bakje, in een emmer. Denk van tevoren even goed na welk gereedschap heb ik daarvoor nodig. Neem het allemaal mee in dat bakje. Handvat, neem het zo mee naar boven. Je hebt alles in de buurt. En je kan gewoon in één keer lekker doorwerken, je lampje ophangen. Ben je klaar, neem je het mee terug naar je werk of naar je garage, naar je schuurtje. Je ruimt het op. En de klus is geklaard. Goed, nog even over de spanningstester. Het is niet alleen een spanningstester, maar je kunt er ook heel goed je kroonsteentjes mee aandraaien. Mee vastdraaien, losdraaien. Kijk, dat past hier precies in. Dus dat is gelijk de goede maat. Nu heb ik hier nog een schroevendraaier, ook een platte, een kleintje vind ik.
Ja, dat past er dus niet in. Had ik dus boven gestaan met alleen deze schroevendraaier, dan kan ik het kroonsteentje niet los en vastdraaien. Dan had ik alweer naar beneden kunnen. Dus dat is misschien ook wel even handig om te testen of dat jouw schroevendraaier in het kroonsteentje past. En ja, zo'n spanning zoeken, dat past eigenlijk altijd. Want dat is gewoon ja, standaard maat. Dat is daarvoor gemaakt. Goed, nog een handige tip. Als je zo'n spanningszoeker gebruikt, doe het dan eerst even testen op een stopcontact waarvan je zeker weet dat er stroom op staat. Dus doe hem van tevoren eerst even testen voordat je de stroom eraf haalt. Want je kan aan zo'n spanningszoeker kan je niet zien of dat hij kapot is. Normaal gesproken doe je hem in stopcontact, je doet hier je vinger op, dan moet dat lampje gaan branden. Dan weet je dat er stroom op staat. Maar als dat lampje kapot is, dan brandt hij niet en dan denk jij van, hey, de stroom is eraf. Ja. Dus dat kan verkeerd gaan. Echte elektromonteurs mogen ook nooit zo'n spanningszoeker gebruiken. Die moeten altijd meten met een stroommeter. Kijk, dus dat doen we gewoon in stopcontact. Hier zo, hup. Vingertje erop en het lampje brandt. Doe nou in het andere gaatje. Vingertje erop, lampje brandt niet. Dus test hem altijd even in allebei de gaatjes. Kijk, één brandt hij wel, de andere niet. Daar je hem hier alleen in, denk je, hey, je brandt niet. Dus de stroom is eraf. Ja, staat er dus gewoon nog op. Dus dat is eigenlijk een extra veiligheid als je met stroom wil werken. Doe altijd eerst even je spanningstester controleren. Of dat hij nog juist werkt. Ja, dus stop hem even in een stopcontact. Waar je zeker van weet dat de stroom op staat. Test even allebei de gaatjes. Dan ga je de stroom eraf halen op de plek waar je gaat werken. En dan ga je daar even alle draadjes natesten. Of dat er geen stroom meer op staat. Kijk, en zo hebben wij dus mooi het bakje gereedschap om een lampje te gaan vervangen. We hebben alles in één keer meegenomen. Goed, nemen we mee naar zolder. We doen het lampje vervangen. Helemaal de verhuisfitting halen wij eraf. We doen de nieuwe lamp erop en ja, het is echt een klusje van niks. Het is zo gebeurd als je van tevoren maar even nadenkt. Wat voor gereedschap heb ik nodig? Nou mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat aan de tips hebt die ik geef. En graag tot de volgende keer. Kijk, en zo hebben we dus mooi een handig bakje gereedschap.